uitgebreide tekening. Maar we willen hem gewoon stap voor stap even doorlopen. Het is toch wel heel goed om dit te bekijken, dit zelf ook te proberen. Om toch je handigheid te krijgen in het tekenen met Tensor. Dus we zullen hem eens gaan tekenen. We gaan even alles selecteren en gooien het in de prullenbak. En we beginnen gewoon vooraan te tekenen. We kunnen beginnen met de R van 15 links. Dus we gaan een cirkel tekenen. Dit is min 80, het middelpunt. De I is 0. De radius is 15. We gaan hem tegen de klok intekenen. Van daar naar daar. En we klikken op OK. En dan staat hij. Vervolgens krijgen we een tangentenlijn die overgaat in een R van 35. Die R 35 is bekend. Dus die gaan we tekenen. Die ligt op X 0. I ook 0. De R 35. We gaan tegen de klok in. Van daar naar daar. En klikken op OK. En dan staat mijn lijn. We kunnen nu op het lijntje onder rechts van lengte 20 al tekenen. Dat zullen we nu dus ook even gaan doen. Links naar rechts. De i-waarde is min 25. Het beginpunt is 100 min 20. En de i-waarde is 100. De x2-waarde, sorry. En daar staat mijn lijntje. Waarom heb ik nu deze lijn getekend voordat ik hier de tangentenlijn gemaakt heb? Nou, dat is wel met deze reden. We hebben nu drie elementen. Als ik nu naar de tangentenlijnfunctie zou gaan, deze knop of naar tekenlijn tangent, zal Tensor herkennen van de drie elementen hoe hij die tangentiële lijnen zal gaan tekenen. Dus ik klik tangentieel en in één keer staan deze lijnen erbij. Hoeven we er verder dus niks voor te doen. We gaan een lijn omhoog tekenen. Dat kunnen we even met de lijn onder de hoek doen in dit geval. Naar boven is 90 graden, de lengte is 25. Niet relatief, maar absoluut, dus dat zetten we uit. Dit blijft altijd op 90 staan in 2D, dus hoef je daar nooit aan te komen. En ik klik op OK en hij staat er. We zullen nu een kopietje kunnen maken van deze onderste drie lijnen. Dus ik ga er even voor zorgen dat ik mijn shift hou ik ingedrukt. Ik ga over de helft van deze radius staan, zodat dit stukje gedeselecteerd wordt. Ik ga dit stukje contour kopiëren naar het klembord. Bewerken kopiëren. Bewerken plakken. Klik eerst weer op reset. En in dit geval zou ik willen spiegelen in de i. Dus de i-waarden spiegelen. Ik zeg oké. En dan staat mijn andere keer contour. Ik deselecteer alles weer. En ik klik hier op het lijn met de shift-knop ingedrukt. Dat contour wordt geselecteerd. Ik ga een lijntje naar rechts tekenen. De lijn schets. De hoogte is in dit geval 15. En ik heb mijn lijn daar staan en ik klik op trim. De R25 kunnen we pas tekenen als we de R165 hebben. Die gaan we dus nu tekenen. Het middelpunt van de R165 is 210 min 80 is 130. De hoogte van de R165 is 12,8. De radius is 165. We gaan hem met de klok meedoen. We beginnen hier en we laten hem ongeveer lopen tot daar. Oké. Daar zit de radius van 165. We gaan dit ronden met 25. Je ziet dat er een clipje staat. Als we deze nou uitzetten, optimaal, dan zal Tensor weer de ideale radius vinden. Oké. En de radius zit ertussen. Vervolgens zien we een R van 10. Wat doen we daarvan? We weten dat die tangentiaal is aan R165. En hij is ook tangentiaal aan de lijn. Die begint in 0,0 en onder 60 graden wegloopt. Dus we zullen deze lijn moeten tekenen. De hulplijn om daar een R van 10 tussen te krijgen. Dus we deselecteren even de geometrie. We gaan een lijn onder een hoek klikken. De hoek is 60 graden. Lengte moeten we niet lijn pakken. We zouden hem ongeveer 230 kunnen pakken, bijvoorbeeld. En we klikken op OK. Er komt nu een potlood aan je muis te hangen, waarmee je kunt aangeven waar je de lijn wilt hebben. Ik klik hier op mijn assenstelsel op 0,0, waarmee er een lijn komt te staan precies op 0,0. Ik klik op de Escape-knop op het toetsenbord, waardoor we uit de functie gaan. Met Ctrl ingedrukt houdend selecteer ik de R van 165 weer bij, zodat hij naar beneden wijst. En we gaan nu naar de afrondingsfunctie. En we gaan een R'tje van 10 tussen construeren. Met OK. Je ziet de R10 staat er. We kunnen nu de hulplijn selecteren alleen en weggooien. Dat hij niet meer
in de weg zit. We gaan hier op shift klikken. En we gaan nu de R van 0 tekenen. Je ziet ook dat de R van 10 eigenlijk iets verder door moet gaan. Omdat hij anders een ander snijpunt zal vinden met die R100. Dus we kunnen met de wijzigmodus toets kunnen we naar het einde van de R10 lopen. En dan kunnen we met de linkermuisknop een beetje verder trekken zodat hij wat langer wordt. Tot hier. We zetten de wijzigmodus toets weer uit. En we gaan gewoon weer met de R van 100 verder. Waarvan het middelpunt ligt op 200 min 80. De hoogte is 61 70. De radius is 100. Laat hem tegen de klok inlopen. Van daar tot ongeveer daar. Oké. Okay. En we trimmen hem. Je ziet, dit gaat niet goed. We gaan een stapje terug. Niks aan de hand. We gaan met de wijzigmodus toets. Gaan we de radius wat kleiner maken. Dat hij anders tot dit snijpunt getrimd zal worden. Klik hem tot daar. Let op dat de pijl omgedraaid is. Klik een keer hier. Trouw nog een keer. En hij zit nu goed. Je ziet nu dat er alleen nog maar een R20 gemaakt moet worden tussen de R100 en deze schuine lijn. We gaan naar de afrondingsfunctie. We zien weer dat dit een afronding is tussen het laatste en het eerste element. Wat wil zeggen is dat we de kettingsluiter aan moeten zetten. Waardoor er een R20 gemaakt wordt tussen deze twee elementen. En het contour is eigenlijk alweer klaar. We kunnen nog even de cirkel tekenen op min 80. I0. De diameter is 20, dus radius is 10. En die laten we van daar tot daar lopen, zodat die helemaal rond is. En we klikken op OK. En de tekening is eigenlijk weer klaar. Stel nu dat, om eens even door te gaan op deze tekening, dat we een kopietje van deze tekening willen hebben, dusdanig dat het middelpunt van dit gat zal op het eindpunt van deze lijn moeten komen. Of beter gezegd, het zal op het midden van deze radius komen. Deze radius heeft een heel of een middelpunt met middelpuntwaarde 3 achter de komma. Dat is dus een beetje moeilijk om dat allemaal op te schrijven. Dus we gaan dat op een andere manier doen. Er is eigenlijk een hele makkelijke manier daarvoor. We kunnen het contour selecteren met shift, met ctrl ingedrukt. Selecteren we de cirkel erbij. En gaan we nu even tijdelijk het assenstelsel verplaatsen. Ik ga de assen verplaatsen naar een vangpunt. Klik hierop. Ik wijs het midden van deze cirkel aan. Zodat het assenstelsel daar naartoe verplaatst. Dit is nu mijn 0,0. Nu ga ik de geometrie op het klembord zetten. Ik zeg bewerken, kopiëren. De geometrie staat op het klembord. Intussen ga ik het assenstelsel weer verplaatsen naar een vangpunt. In dit geval gaan we verplaatsen naar het midden van deze cirkel. Ik klik erop. En je zult zien dat het assenstelsel naar het midden van de R20. Als ik nu ga plakken, dus de tekening weer terugbrengen en de geometrie terugbrengen in de tekening. Ik klik hier altijd op reset. Stel dat ik nu niks zou ingeven, zal er dus precies een kopietje komen staan op het nulpunt waar we nu zijn. Dus ik klik op OK. En daar komt een kopietje te staan, precies op het midden van de R van 20. Zonder dat we eigenlijk wisten wat de coördinaten waren, heb ik nu toch voor elkaar gekregen. Dus je kunt heel vaak gebruik maken van het assenstelsel door deze te verplaatsen. Om een kopie te maken van het ene punt naar het andere punt. En als je dan klaar bent, zeg je gewoon weer als reset. En sta er terug. En heb je een kopietje gemaakt. Tot zover oefening 10.